Paramaribo had alle reden om in vuur en vlam te staan toen daar ter gelegenheid van de jaarbeurs een schoonheidswedstrijd werd gehouden. Niet alleen van Paramaribo-thees, maar ook van de mooiste meisjes uit nabuurlanden en het Caraïbische gebied. De Maagdeneilanden in Kluis. Het ging er toe als op alle schoonheidswedstrijden. De meisjes lopen op hun voordeligst heen en weer. En er is niemand onder het publiek die hen ook maar iets misgunt. Er waren Surinaamse meisjes onder de deelnemsters die de trek van Surinamers naar Nederland tamelijk onbegrijpelijk maakten. Het was uiteindelijk ook een Surinaams meisje dat de winnende houding vond en de hoogste ogen gooide, zoals dat heet, wat dat dan ook betekenen mag. Het publiek zag tenslotte 6 meisjes overblijven, van wie de jury de meeste curven had weten te turven. En toch was die jury nog niet klaar, want om ondoorgrondelijke redenen vond ze 3 nog beter dan de andere 3, waaraan klaarblijkelijk toch nog onderontwikkeld gebied werd aangetroffen. En daarna hadden alle Surinaamse meisjes reden tot juichen, want Miss Trade Fair was een der hunnen. De voorzitter van de jury gaf van zijn ontroering blijk. De passende geschenken en wisselbekers werden overhandigd. En er was gelegenheid om nog een laatste weemoedige blik te werpen op de winnaressen, die Paramaribo in vuur en gloed hadden gezet.